Ja hoor, daar zijn we weer. Jij, de kijker, en ik, Astral Thunder, in de wereld van Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. We gaan vandaag weer even lekker verder in dit fantastische spelletje. We gaan beetgenomen doen, die ik al gespeeld heb. Best wel slecht eigenlijk. Ik heb dit level al gespeeld voordat ik überhaupt aan de opname begon. Maar goed, het maakt niet uit. We zijn er nu gewoon weer. En ik ga dit level gewoon nog een keer spelen. Want dat vind ik leuk. Ik vind het een heel leuk level, oprecht. Het is een ontzettend leuk level om te spelen. En elke keer als je een level hebt gehaald, dan krijg je zo'n geel klokkie wat je nu ziet. Maar die gaan we nu niet aanraken. Want dan beginnen we namelijk een time attack mode. En een time attack mode, dat is misschien leuk om te doen als de let's play, als deze hele ding, als dit alles voorbij is. Als ons avontuur in de normale modus, de mode zoals je hem nu ziet. Als dit voorbij is, dan gaan we verder met time attack mode. Want dat is een leuk iets. In ieder geval, er zijn in de tussentijd niet heel erg gek veel bijzondere dingen gebeurd. Er zijn wel een aantal dingetjes die ik spoedig zou gaan doen nog op het kanaal. Maar wat dat allemaal is, dat zie je vanzelf allemaal wel. Dat is nu latere zorg. We gaan voor nu gewoon even lekker met deze game verder. Want dit is echt een leuk spel. Verder. Koningsdag is geweest. En dat houdt dus in dat mensen waarschijnlijk al hun geld in de prullenbak hebben gesmeten. Waaronder ikzelf. Ik heb best wel wat mooie troep gekocht. Nee, niet deze game. Want deze game had ik al voor Koningsdag. Obviously. Want ik had de game al heel erg lang geleden gestart op het kanaal. Nog vlak voor Koningsdag. Dat zou het een beetje onzin zijn als ik deze game nog een keer zou gaan kopen. Want ik heb de game dus al. Maar wat ik wel gekocht heb, is iets wat ik eigenlijk al een tijdje zocht. Ta-da-da-da, dit is Rayman voor de PC. En als je Rayman kent, dan ben je awesome. Als je Rayman niet kent, what the fuck? Nee, serieus. Rayman is een spelletje dat ik heel veel gespeeld heb op de PlayStation 1. En ik wist in het begin oprecht niet dat die game ook daadwerkelijk speelbaar was op de PC. Het hele ding is helaas wel dat deze versie van de game, Rayman, tenminste Rayman 1, die kan ik niet op Windows 10 spelen. Het ding is, ik heb namelijk een Windows 10 computer. Dat is waar ik al mijn shit op doe. Mijn games, mijn video editing, alles wat je kan bedenken, doe ik op Windows 10. En wat nou het probleem is, Windows 10, de versie die ik heb in ieder geval, is een 64-bit besturingssysteem. En 64-bit besturingssystemen hebben geen support voor 16-bit applicaties. Dat is het hele probleem een beetje. Wat is Rayman een 16-bit applicatie? 16-bit was dus waar het merendeel van de computers in de tijd van Windows 98 en zo allemaal op draaide. En dat is dus het grote probleem. 16-bit is niet compatible op een 64-bit systeem. Daarvoor moet je een 32-bit besturingssysteem hebben. En dat is dit dus niet. Vind ik eigenlijk best wel bullshit dat dat er niet meer in zit. Sinds Windows 8 zit dat er gewoon niet meer in. 64-bit besturingssystemen zijn bullshit om die reden. Maar goed, in ieder geval, het hele ding aan Rayman is dus, ik moest een hele besturingssysteem gaan installeren over mijn Windows 10, zodat ik dat werkende kon krijgen, dat spel. Dus als je mijn Windows XP tutorial hebt gekeken, dan zou je misschien kunnen denken van, zou het niet op Windows XP kunnen? Dus dat heb ik geprobeerd. Ik heb het geïnstalleerd op Windows XP. Het draait zo ontiegelijk snel. Het draait echt veel te snel om te kunnen spelen. Dus ja. En het spel dat crashte ook als ik het probeer te spelen. Dus Windows XP en Rayman is out of the question. En dat vind ik echt ontzettend jammer. Ik had echt Rayman had ik ontzettend graag gespeeld op Windows XP. Then again, dat ik misschien maar gewoon beter een Windows XP laptop kunnen kopen daarvoor.
Maar die vond ik helaas niet op de rommelmarkt. Dus ja, ik heb wel even gekeken hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Hoe kan ik Rayman 1 nou spelen op de op mijn Windows 10 PC? Installeer DOSBox. Dat gaat echt tegen al mijn intuïties in. Dat gaat echt tegen alles in wat ik wilde doen met spellen zoals dit. Gewoon DOSBox gebruiken om een spel te spelen zoals Rayman. Dat is echt het laatste wat ik wil erop. Maar ik moest wel, want dan kan ik Rayman 1 spelen op mijn computer. Oh man, en het ergste is nog, ik heb hier een DOS laptop. Maar Rayman 1 is op CD. Tenminste, de editie die ik heb is op CD. Dus ik moest het echt gaan doen met een CD. Met DOSBox. Ik heb hier een DOS laptop liggen. Daar zou het in principe kunnen. Als er in ieder geval een CD-speler in zat. En dat zit er gewoon niet in! Nou, dit is Compactor Reactor, dames en heren. Ik ga al gewoon dood op het eerste stuk van de game. En dit is nog niet eens het moeilijkste stuk van het hele level. Dat is nog het ergste hieraan. Maar goed, ik heb het uiteindelijk dus wel voor elkaar gekregen om Rayman te laten werken op mijn computer. Maar het feit dat het via DOSBox moet, just makes me very, very angry. Oprecht, ik ben daar niet blij mee. Maar goed, het werkt. Dus verwacht daar sowieso iets over op het kanaal. Want Rayman is gewoon awesome en ik wil dat gewoon een keer op het kanaal gaan spelen. Dus verwacht daar gewoon sowieso iets over. Niet nu, waarschijnlijk ook niet snel, maar in ieder geval ooit een keer. Rayman is gewoon een awesome game en die wil ik gewoon een keertje op het kanaal gaan spelen. Dus verwacht daar binnenkort gewoon iets over. Verder heb ik ook nog een overschot aan DVD's. Ik heb echt een enorme stapel. Je ziet dat schot is wel een klein beetje op de achtergrond daar. Dat is mijn enorme stapel DVD's. En er staan nog 3 stapels achter. Ik heb flink veel stapels aan DVD's en videogames hier liggen. Vooral heel veel DVD's. Ik ben een enorme filmliefhebber. Dus dat is gewoon het hele ding. Films vind ik ontzettend leuk om naar te kijken. Echt waar. Vooral heel veel Disney heb ik hier liggen. Oh, oké. Dan moet ik even wachten. Volgens mij, ja. Nu kan ik. Want anders dan was ik helemaal stuk geboord waarschijnlijk. Oké. Okay. Die! maar goed, dus dat is een beetje het hele ding. En als filmliefhebber zijnde heb ik gewoon heel veel films gekocht. Op de rommelmarkt. En ook een beetje op de, bij de kringloopwinkel. Ik heb gewoon heel veel tweedehands films. Misschien zelfs een beetje te veel, maar het zal wel. We gaan nou even... Oh, eerst wel even de checkpoint, voordat we echt wat anders gaan doen. Zo. Verder heb ik echt de grootste troep gekocht die je kan bedenken. Ik zal hem even erbij pakken. Hier is hij. Ik weet niet of dat je het een beetje goed kan zien. Ik zal even mijn webcam wat groter maken. Dan kan je het even wat beter zien. Het voordeel is dat ik neem dit allemaal gewoon direct op via OBS. Dus ik kan dit gewoon zo hoppakee vergroten ter plekke tijdens de opname. Ik heb dit gekocht! Het is een fucking headset die ik heb kunnen kopen voor 15 euro. Het is echt de grootste troep die je kan bedenken. Het is gemaakt van super goedkoop plastic. Dus het is best wel makkelijk buigbaar. Ik kan die shit gewoon bewegen zonder dat ik... Check this out. Check dit. Dit is toch te slap voor woorden. En ik heb het gewoon gekocht voor 15 euro. Gewoon omdat ik het wilde hebben. Dat is vooral mijn grootste zwakte. Als ik iets tegenkom wat mij gewoon heel mooi lijkt, dan koop ik het. Dat is gewoon over het algemeen mijn zwakte. Het is echt belachelijk. Ik weet het. Maar dat is wie ik ben, oké? Okay? Laat me met rust. Maar goed. Qua films heb ik wel wat moois gekocht. Ik heb Snuff de Hond in oorlogstijd. Ik heb Robin Hood van Disney. En ik heb King Kong. En als je King Kong kent, dan ben je awesome. Ik heb een klein beetje King Kong gezien op televisie. Is een best wel spannende film.
En ik wilde hem ook gewoon in mijn bezit hebben op DVD op een gegeven moment. Ik heb alleen nooit echt een... Ik ben een idioot. Ik ben echt de grootste idioot op aarde. En die schoenen blijven zweven. Hoe mooi. Gelukkig heb ik nog 33 levens over. Dit is zo slecht. Dit is echt heel slecht. Dus ja. Dat. Maar King Kong wilde ik gewoon al een tijdje op DVD hebben. Ik heb hem alleen nooit echt ergens heel goedkoop kunnen vinden. Behalve dan gisteren, tenminste op het moment van opname is het gisteren, op Koningsdag op de Rommelmarkt. Heb ik hem voor een eurotje of zo volgens mij kunnen krijgen. Super vet. Ik ben er super blij mee. Oké, nu moet ik hier wat voorzichtiger wezen. Oké, hup. Oh, kom op. Kom op dat freaking plateau, Crash. Ja, zo. Ik weet niet waarom, maar op de een of andere reden vonden de developers het een goed idee om dat op die manier te doen. I made a huge mistake. Red ik dat? Oeh, dat red ik nog maar net. Shit. Oké, dat was volledig mijn bedoeling. Oh, come on! Ben ik nou echt zo slecht in een fucking bonus stage? Dit is toch te erg. Dit is echt gewoon te erg voor woorden, man. Oké. Okay. Ik wil wel gewoon deze bonus stage in ieder geval halen. Het is haalbaar. Daar ben ik van overtuigd. Dit moet te doen zijn. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. De muziek is wel super tof. Ik geniet van de muziek in dit spel. Heb ik al gezegd dat, dat ik dit een gaaf spelletje vind? Ik heb het echt nog nooit zo slecht gedaan. Dit is echt gewoon te erg. Hoe krijg ik het voor elkaar om dood te gaan in een bonus stage? En dan ook nog twee keer op dezelfde plek. En dan ook nog wel even op de simpelste plekken ooit. Dat is nog het ergste van al. Pam 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 pam. Pam 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 pam. De bedoeling van dit bonus level is dus wel voor alle duidelijkheid om nog dichter in de buurt te komen van een 100% completion. Dus als je, hoe heet het? Aan dit level. Als je in de bonus zit, dan heb je de mogelijkheid om nog meer mango's te verzamelen, maar ook nog wat meer kratjes. En dat is handig voor als je 100% wilt halen, zeg maar. Vind ik wel in ieder geval. Even deze TNT-kratjes op laten blazen. Huppakee. Kom je ook weer wat dichter in de buurt van die 100%. En dan mis ik 3 kratjes in de bonus stage. Nou ja, maakt op zich niet heel veel uit. Je mist in principe niet heel veel hierin. Nou ja, als we even teruggaan naar het normale level, wat heel even tijd kost. Hebben we weer 35 levens. Ik ben gewoon volgens mij 3 levens rijker geworden in dit bonus leveltje. Dat is niet echt heel erg slecht of zo. Dat is best wel goed zelfs. Oké. Okay. Hier moeten we even bukken. En ja hoor. En die Nitro niet aanraken. Dank u wel. Oké. Okay. En Aku Aku en een extra leven. Je kan in dit spel echt heel makkelijk levens verzamelen. Er zijn ook echt levels waar je levens kan grinden volgens mij. Moet ik een keertje gaan opzoeken. Hoezo? Hoezo blaast die in één keer op? Dat slaat helemaal nergens op. Dat hoort helemaal niet. Nou ja, blijkbaar wel dus. Tam. Oké. Okay. Dr. Cortex, je bent echt te erg voor woorden, man. Ik vind je echt gewoon verschrikkelijk. Oké. Okay. Nou, dat extra leven, dat hebben we nu dus vernacheld. Die kunnen we nu niet meer krijgen. Oké, okay, nu moeten we hier dus... Oh, nu stuitert hij opeens wel meerdere keren. Oké, okay, dat is echt super logisch. Godverdomme Crash Bandicoot. De developers van Crash Bandicoot zijn trouwens wel echt geweldig. Ik heb het origineel niet heel erg gek veel gespeeld, waar ik best wel spijt van heb.
Als ik het origineel in mijn bezit had, had ik het waarschijnlijk ontzettend veel gespeeld. Want het origineel ziet er zo vet uit. Ik heb ook een keer een paar video's gezien van de Insane Trilogy van Crash Bandicoot. En die ziet er zo ontzettend goed uit. Ik wil de Insane Trilogy sowieso een keertje spelen. Maar het ding is, ik heb geen PlayStation 4. En je moet een PlayStation 4 hebben om dat spel te kunnen spelen. We gaan in ieder geval naar de boss fight. Het rommelt in de rotsen. Heeft ons element nog wat te zeggen? Of, hoe zit het? Nee, ja. Die Bandicoot is druk bezig geweest met het verzamelen van kristallen. Ik heb je gewaarschuwd, Bandicoot. Eindelijk mag ik dan dat miserige oranje nekje wurgen. Het ding is dus, het is dus een uitvinding van Dr. Cortex, die Crunch. Is het een robot? Want het klinkt niet eens als een robot. En als ik heel eerlijk ben, het lijkt niet eens op een robot. Als je zo meteen naar zijn als je naar zijn design kijkt, het lijkt niet eens op een robot. Dus wat is het? Is het een monster of zo? Nee, want het doet niet eens monsterachtig of zo. Dus wat is het, weet je? Maar goed, we zijn nu dus in de boss fight aanbeland van deze fantastische eerste wereld. De bedoeling is dat we tegen deze, wat zijn het, meteorieten aanbotsen. Die worden dan blauw. Vraag me niet waarom, maar ze worden blauw. En we moeten ze allemaal verzamelen, want dan laten we deze stenen vallen op Crunch. En als een levensbalk op is, want je ziet daar rechts onderin zie je een levensbalk. Als die op 0 staat, dan is Crunch dood en kunnen we verder naar het volgende level. Tenminste, dan is het element waar Crunch zijn kracht van krijgt dood. Volgens mij kun je trouwens niet... hoe heet het? Oh mijn god. Crunch is wel op dreef momenteel. Oké. Dit hebben we nog redelijk snel gedaan. In vergelijking met de voorgaande pogingen is dit nog redelijk snel gedaan. Hij kan dus wel tegen ons opbotsen. En dan verliezen wij dus ook heel snel onze levenskracht. Dus we moeten heel erg goed oppassen voor die gozer. En hij mag die andere steen dus ook niet aanraken. Want dan worden ze gloeiend, gloeiend, gloeiend heet. Alright. Oh mijn god. Kom op. Ik wil die steen aanraken. Ik wil die meteoriet. Dank u wel, meneer Crunch. Dat je mijn stenen sloopt. Hij wordt er wel steeds beter in. Als je hem... Je moet ook weer een bepaald patroon van hem zien te volgen. En ook het patroon van de stenen waarschijnlijk. Want volgens mij hebben de stenen ook een bepaald patroon die je moet gaan volgen. Oh, kijk, dat is nice. Nee, ik verpruts het echt, hè. Oké, die laatste steen. Ik zag hem daar net rondvliegen. Kom op. Waar is die laatste? Daar is hij. Aanraken dat ding. Ja hoor, dankjewel Crunch dat je even... Waar is die laatste? Yes! Zo snel heb ik deze boss fight nog nooit verslagen, weet je dat? Ik ben oprecht ontzettend blij dat ik hem verslagen heb. Zo snel heb ik hem nog nooit te pakken. Hou de zwarte knop ingedrukt terwijl je rent of loopt om je tenen te om op de tenen te kunnen lopen. Oeh. Dat is super nice. Daar kan ik misschien wel wat mee in dit spel. Dat is ontzettend chill. Nee, dat meen ik oprecht trouwens. Ik vind het echt super chill dat we die krachten nu hebben. Is het een kracht? Ik weet het niet eens. Het rommelt in de rotsen. We hebben deze zone uitgespeeld, jongens. Dat houdt dus in dat we van deze zone sowieso een keer een time attack mode kunnen gaan spelen. Maar dat gaan we later doen. We kunnen in ieder geval Cortex met Uka Uka praten. Ja, het zal wel. Je hebt Rocco dan wel overmeesterd. Maar er zijn nog 3 elementen maskers en die zijn allemaal een stuk sterker. Ha. Ik ben heel erg benieuwd, Dr. Cortex. Tegen het element water, ja, die waterfiguren
en ik ga je een kopje kleiner maken. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat aflopen. Maar daar komen we achter in de volgende aflevering van Crash Bandicoot. The Wrath of Cortex. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een prettige dag verder. En tot de volgende keer. Astral Thunder, out.